Lieve mensen, ik wil het met jullie hebben over familie. Want zo voelt de partij voor mij, als één grote familie. En in een familie voel je groot verdriet als je een naaste verliest. We hebben daar vanmorgen bij stilgestaan. Maar gelukkig zijn wij ook een familie die troost biedt. Een arm om een schouder en elkaar even vragen, hoe gaat het met je? En als ik denk aan familie en verlies, dan denk ik aan mijn vader. Hem mis ik elke dag. Hij mocht het net niet meer meemaken dat ik voorzitter werd van deze prachtige club. Maar wat zou hij trots geweest zijn. Zo trots als hij was op de sociaaldemocratie. Zo trots als hij was op de vakbeweging. En toen hij, Agnes Jongerius, op een heel groot podium bij een grote manifestatie zag staan en hoorde spreken, zei hij tegen mij, die is van ons. Die is van ons. Het zijn de trotse woorden die je hebt voor familieleden. En het is dezelfde trots die we voelden toen we in mei vorig jaar bij de Europese verkiezingen onder leiding van onze Frans Timmermans de grootste partij van Nederland werden. En het gevoel van trots, dat verschilde als dag en nacht met de emoties die we voelden bij het verliezen in 2017. Maar ook toen toonden we onze familie. Want of je nou geboren bent in een rood nest zoals ik, of je hebt er simpelweg voor gekozen om deze volle zaal te beschouwen als één rode familie, wij zijn de erfgenamen van de sociaaldemocratie. Wij stonden weer op. We smeden nieuwe plannen, want bij de Partij van de Arbeid, daar brandt altijd licht. Daar brandt altijd licht. Het was de laatste zin uit mijn eerste toespraak als jullie nieuwe voorzitter. Maar er zit een verhaal achter en dat wil ik graag met jullie delen. Ja, want het was in de tijd dat ik nog voorzitter was, of wethouder was in Zwolle. En toen zaten we op een avond, een regenachtige avond, op het partijkantoor met partijgenoten te overleggen. Totdat er op het raam geklopt werd. En er kwam een man binnen, een dakloze man. Hij had het koud en hij was op zoek naar een slaapplek. En bij een kop koffie regelden we die plek voor de nacht. Hoe kom je nou hier? Vroeg ik hem. En ja, zei hij. Hier in de buurt, bij de Partij van de Arbeid, daar brandt altijd licht. Warmte, zekerheid, geborgenheid. Het zijn die dingen waarvan ik vind dat als iemand ze zoekt, ze dat bij de Partij van de Arbeid moeten vinden. En dat doen we niet alleen door het licht aan te laten en de deur open te zetten, maar door oprecht naar elkaar te luisteren. Zoals we dat doen naar elkaar, vandaag ook. Jullie zitten vol goede ideeën. En dat maakt ook dat we trots zijn op onze ledendemocratie. Waarin we voorop lopen op al onze zusterpartijen in heel Europa. Maar het is ons niet goed genoeg. Want wij zijn dé partij voor het open gesprek en de nieuwe ideeën. En dat gesprek voeren we ook dit jaar. Over een nieuw verkiezingsprogramma. En ik heb het al vaak gezegd. Zo'n programma, dat schrijf je niet alleen. Ook niet met z'n tienen. Dat schrijven wij met z'n allen. En daarom heeft de programmacommissie de ambitieuze opdracht gekregen om dat met jullie allemaal te doen. In de komende maanden gaan zij onder de noemer Wat kan morgen beter? Met een schare campaigners het land door, online en offline, om in gesprek te zijn met jullie. Over jullie verhalen, jullie ervaringen en al die nieuwe ideeën voor de toekomst. Samen schrijven wij een nieuw strijdprogramma. En ik zocht dat allereerste verkiezingsprogramma van de SDAP nog eens op. Uit 1895, het strijdprogramma. En vandaag zien we hoe onverminderd actueel de strijd voor fatsoenlijk werk is. Voor sociale gelijkheid. Voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sociale zekerheid. Voor betaalbaar wonen. De strijd voor gelijke kansen voor ieder kind in het onderwijs. En al meer dan een eeuw zetten wij ons in voor sociale rechtvaardigheid. Zij aan zij,
staan wij met de pakketbezorgers, met de flexwerkers, met de zorgmedewerkers in nulurencontracten. En zij aan zij staan wij met onze mensen die voorop gaan in de strijd voor emancipatie, gelijkheid en vooruitgang. Gisteren ontving Khadija Ariep voor haar eindeloze inzet voor de positie van vrouwen in Nederland de Aletta Jacobprijs. En het is nog maar een paar maanden geleden, dat Mariette Hamer voor haar carrièrelange inzet voor diezelfde positie van vrouwen in Nederland de Joke Smitprijs won. Die vrouwen, Aletta, Joke, Mariette en Khadija, mensen, die zijn van ons. Wij zijn de originele actiegerichte partij. En we brengen verandering in het groot en in het klein. En dit jaar starten wij Project 20. Daar ben ik echt trots op. In Project 20 vertalen we onze idealen naar actie. Daar waar het ertoe doet. Midden in de samenleving. En een van de deelnemers aan Project 20 is René van der Linden. Hij kijkt vandaag mee met onze livestream. En René die woont in Lemelen. En in Lemelen is hij actief voor de Partij van de Arbeid en voor allerlei dorpsverenigingen. In september vorig jaar sloot daar de laatste buurtsuper. En nou is René ervan overtuigd dat hij met 1300 dorpsbewoners ervoor kan zorgen dat die buurtsuper weer nieuw leven wordt ingeblazen door het oprichten van een coöperatie. Daar gaat René zijn stinkende best voor doen en ik ben ervan overtuigd dat hem dat lukt. Actiegerichte politiek. De politiek van René. Die eindeloos bekommeren om de mensen om je heen. Doorknokken totdat je iets voor elkaar krijgt, dat is voor mij de Partij van de Arbeid. En kijk eens naar al die jonge mensen in onze partij. De Taskforce Verjonging en de Hemelbestormers. Meer dan 100 jongeren zetten zich in het afgelopen jaar in voor de positie van jongeren in onze partij. Dat is fantastisch. Vanmorgen ontmoeten wij 150 nieuwe leden bij het ontbijt. De kinderopvang barst uit zijn voegen. Je merkt het aan alles. Onze partij is aan het groeien. Ik voel het broeien en ik voel de actiegerichtheid. En gelukkig maar. Gelukkig maar. Want hoe vanzelfsprekend de idealen van zekerheid en geborgenheid ook voor ons zijn. Er zijn politici die elke dag wakker worden met hele andere intenties. Zij zien de samenleving om ons heen niet in termen als familie. Niet als een plek waar je verbonden bent. En niet als een gemeenschap waarin je solidair bent aan elkaar en elkaar een handje helpt als mede-familieleden op het moment dat het niet zo lekker gaat. Zij geven vluchtelingen de schuld van zo'n beetje alles wat er misgaat in dit land. Vrouwen worden niet voor vol aangezien en er wordt schamper gedaan over diversiteit en de LHBTI-gemeenschap. En zie dan met welk gemak er een beeld neergezet wordt van een traditioneel Nederland. Waar vrouwen weer doen wat ze horen te doen. Met gesloten grenzen en waar mensen weggezet worden. Mensen, dat is nooit ons land. Uitsluiting. Uitsluiting en zondebokpolitiek, dat is nooit het antwoord voor een betere toekomst. Nee, juist een Nederland waarin we allemaal zeker zijn en verbonden zijn. Solidair aan een gezamenlijke toekomst. Dat is het antwoord voor morgen en overmorgen. En als één partij dat kan, dan is het de Partij van de Arbeid. En daarbij trekken we samen op met de politieke families die dezelfde waarden in hun hart dragen. Onze broers en zussen op links.
En een afgeladen tolhuistuin in Amsterdam deze week liet zien hoe we dat in praktijk brengen. Hoe wij werken aan een Nederland wat niet meer draait over markt, 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 maar om samenleven. En het is de strijd om die linkse toekomst voor Nederland. Een land wat verbonden is. Waar niet het kille eigenbelang of het recht van de sterkste, maar het belang van ons allemaal voorop staat. Daar werk ik voor, daar ga ik voor. En dat doen we met z'n allen. Ik voel het aan alles. De verkiezingen komen eraan. En die strijd, lieve mensen, die gaan we winnen. Omdat het de enige strijd is die gewonnen kan worden. Omdat we opkomen voor de ander. Omdat we opkomen voor elkaar. En lieve partijgenoten, dat is mijn Partij van de Arbeid. Waar we ruimte geven aan elkaar. Waar we liefdevol zijn en vol van actie. Een partij van het open debat. Een partij dat voelt als familie. Want bij de Partij van de Arbeid, daar brandt altijd licht. Dank jullie wel.